Italiaanse munt. Oh joh. Wow. Uit 1931 ouwe. Oh joh, is die aluminium? Piet, goedemorgen. Wow, goedemorgen. Zo, wat een tuintje dan kan. En een zonnetje. Kijk, kijk, goedemorgen mensen. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn vandaag bij Piet. Hoi. Hoi Piet. Soms zie je wel, soms zie je hem ook niet. Dit is het huis van Piet. Want we zijn in de vorige aflevering, dan zouden we gaan zoeken in zijn gras. Er kunnen natuurlijk hele mooie dingen liggen, want het huis stamt uit 1920 zo'n beetje. Je hebt een fucking mooie tuin, Piet. Dankjewel. En leuke eenden. Dankjewel. En wij mogen hier ook zoeken en we zijn fucking blij ermee. Want ja, welke kans krijg je normaal om hier te gaan zoeken in de tuin? Nooit. Ja. Ja, ik ben zelf ook heel benieuwd jongens, wat jullie kunnen vinden. En de Weermacht heeft hier twee deuren verderop gezeten, dus dat is natuurlijk ook wel interessant. Echt? Ja. De tweede burgemeester, tekst nummer 15, 17, daar zaten ze. In de Tweede Wereldoorlog zat daar de Weermacht. De officieren zaten daar gelegerd. En nou ja, wie weet wat ze hebben achtergelaten. Ja, wij gaan meemaken, we gaan zoeken, hè, Bruin? We zijn benieuwd, man, wat we doen. We hebben ook extra John meegenomen. Extra, dus... extra. En aardbeienslof. Dat komt zo meteen bij koffie, denk ik. Tot niet één scherpse ezel. Mooi, even zonder gein. Ik wou dus even ezeloortjes halen, hè. Maar weet je hoe lang die rij was? Dat was 50 meter. Omdat iedereen om anderhalve meter staat. Wie doet dat nou? Heb je het er niet voor ons over, dus? Nee, ik ga niet zo lang in de rij. Je had toch gewoon om 7 uur kunnen opstaan? Echt, ik zag die rij alsof ik aan het einde van Heemskerk kwam. Nou, dag. Je moet een beetje voorzichtig zijn met het gras, ja. Mooie kluitjes maken. Mooi pennetje van het is bijna zo mooi gras dat je erop kan golfen. Dus als we een beetje netjes zijn met het gras, dan gooien we vanmiddag even een emmertje water over de kuiltjes hier en daar. En dan gaan we het wel zien. Ik ben fucking benieuwd, man. Ja. En misschien ga ik nog wel even het water in met de prikstok. Ja, ben je gek. Ga ik. Het is nu al overgehaald. Zo makkelijk. Groepsdruk, jongen. Nou, kom. We pakken de detectors en gaan we. We vergeten heel vaak te doen. Batterij te vervangen. Hé, John! Dit is echt de eerste keer dat ik het leeg is gewoon. Ja, Lulkoek. Ik weet zeker, ik ken iemand thuis, die zit altijd op mijn knopjes, vindt hij leuk. Nou, dan kunnen we hem meteen laten zien. Ik heb toevallig Jaden. Kunnen we niet wachten tot hij kijk, nieuwe er is. Kijk, hoe gaat dat erin, John? Laat zien. Daar zitten dus de batterijen van de ATMAX. Doet hij het meteen? Wat heb je op je nek? De makreel. De kijk, echte... nou, ik zie hem net in het water. De enige echte van Nutritia. Hoe kan jij nou de makreel en de hebben? Echte Watch Dutch DG riem. Echt? Ja, die kan je overal kopen. Diggers. Daar, hoor. D en Diggers. Kijk, John heb ook een riem om. Ik doe mijn grote riem om, anders past hij niet. Perfect. John heeft opeens iets fucking speciaals gevonden. Een knijplootje. Echt? Ja, fucking speciaal. Een knijplootje. Een knijplootje. Een knijplootje, maar het is wel een oudje. Ja, wat staat erop dan? Ja, aan de andere kant staat TP, tulp, weet ik veel. Oeh, aan de andere kant een sterretje of zo, is hier. Ja, wat kruisachtig iets. Je hebt toch zakken iets gedaan. Uit 19. John heeft een dikke muntje. 67. Oh, een 1 centje heeft hij gevonden. Ik had hem welke John had. John had een mooie 1 cent gevonden, jongens. Ik denk een fietsbelletje, ja. Zo'n heel klein. Nee, kijk, zie je met koningin Juliaantje. Mag ik ze eindelijk komen? We zijn bij de marker, hè? Vet lang, joh. Oh, we mogen niet in de buurt nee, komen. Nee, mag niet te ver. Anderhalve meter, toch? Oh, dit is allemaal anderhalf. Maar John, die heb je iets gevonden. Let op, hè. Tada! Wow, wat voor lijn is het? Echt? Nee, dit is geen Nederland, denk ik. Is het Nederlands? 37P249. Duits, denk ik. Ja. S? Duits. 37. Oh. Een vroege Duitse. We hebben een Nederlandse. Ik heb een Duitse. Ja, ik heb een Duitse. Nou, kijk dan, we vinden allemaal kogels in juist tuin, Piet. Wat heb je gedaan, Piet? Ik hou van schieten. Piet houdt van schieten. Kijk, laat zien. Ja, dit is een Duitse. Dat is een Nederlandse. Ja, ongeschoten. Oh joh. Hey, vorig jaar zaten wij helemaal in Zeeland nog in. Voor mij is het een Italiaanse, Carcano. Of, wel, dus kan wel punk zijn, maar want de Nederlands hebben een breder onderkantje. Oké. Okay. Weet je wat het is vandaag? Vandaag is wel een beetje makrelendag. Ik heb vandaag al 3 makrelen geteld. Eentje in de rugtas, eentje hier in de vijver en eentje om Nathalie de nek. What the fuck man, dat er nieuwe kogels liggen. Ja, kogels jongens. Nou, dat is een goed voorteken. Dus iedereen is opeens helemaal geactiveerd. John vindt een oud Nivea Salve dingetje. Volgens mij wel. Kijk maar. Ja. Mijn broek en helm met elkaar, die is wel oud. Ja, die kan ook wel van de oorlog zijn. Ja, die is zeker oud. Kijk, John vindt gewoon dit oude tandwiel. Is
een mooie foto, zie je het al? Ja, ik zie het al. Wacht. Waarvan zijn jij geweest, Brian? Van een klok. Dit is van een klokje. Ik ga terug naar de vondstenplek. Ja, daar is de vondstenplek bij Piet. Die had alles nauwlettend in de gaten. Muntje! Echt? Ja, John heeft mijn oorlogsgeld, jongens. Echt? Ja. Oh joh. Kijk. Oh, mooie? Ja, dikke. Het is een munt. Wat is het? Oh, 1982, helaas. Ja, wat is het dan? 25 PTAS. Hé, wat is dat? Pats. Het is Julian Carrios. Ik heb er nooit van gehoord. Reyes España. Ah, ja, deze had je nog niet? Nee, die heb ik nog niet. Zit er niet in de verzameling? Nee, mag niet, want Piet wil alles hebben. Ja, Piet wil hem hebben? Ja, mag wel. Tuurlijk. Iemand is gewoon op reis geweest en had gewoon in zijn zak nog zitten. Hij gaat een vitrine maken van zijn huis. Dat als mensen langskomen en zeggen, kijk, dit lag er in mijn tuin. Ja, dat is goed toch? Ja. Dan weet ik dat het een goed plekje is. Kijk, daar staat... staat oh, heb een mazzeltje, hè? Staat er een koning op, of hoort het? Mooie taart, wij zijn er meteen vandoor. Was een leuke dag, jongens, Marcel. En wij gaan taartjes eten. Oh, lekker taartje zie ik daar al. Ja, hier. No. Oh joh, waterballon. Ziet er altijd mooi uit. Dat is bezet als wat freak. Kijk, we hebben al dikke dingetjes eigenlijk. We hebben allemaal al vogeltjes, muntjes zo. Knijblootjes. En we zijn net hier een beetje zo aan het zoeken nog. Ja, we zijn net 10 meter gelopen. Ja. Kijk eens, Mark gaat hier straks deze Malse vijver uitkikken. En hij heeft zijn pak, gelukkig had je hem mee, Mark. Ja, altijd. Dus hij gaat er zo in. Van top to bottom, boaf. Wat is dit staat hier, zo'n logo? Nee, staat er O'Neill staat daar. O'Neill? Mark is overgestapt naar O'Neill. En daar staat onze beste king, dus de poepkikstok die je hebt gepakt volgens mij. En hij is de goede. Dat is een schone, dus dan is hij goed. Echt? Ja, dan is hij nou het gebruik, hoor. En dan gaat hij in de eende vijver, kikkervis, prutsloot, kikker. Zie je het? Ik zie niks. Ik zie alleen maar je hand in een gat zitten. Dat eerste muntje, totdat ik dit een beetje zo vrij maak. Dan kijk. Zie jij wat? Ja. Echt? Kijk. Wat dan? Waar? Waar? Oh joh. Het wordt steeds groter. Kijk, die jongens zitten helemaal aandachtig te kijken wat John aan het uitgraven is. Wat is het? Ontsteker. Wow. Kijk dan, gek. Wow. Wat is dat? Van een gasbrander, toch? Ja? Ja. Oh. Oh god, ding joh. Ik weet het niet. Een fluitje. Ja. Is het wat? Ik weet het echt niet. Dus, laat eens zien. Als iemand weet wat dit is... Nou, geen idee. Van een gat branden. Ja, het lijkt wel de in ieder geval. Een spijkertje. Ja, is een puntje van branden. Mark is zo in het water gesprongen. Hier ligt een heleboel klei. Ja, moet wel om die vijver water dicht te maken. Ja. Ja, dan graven ze een gat en dan doen ze daar allemaal van de zeeklei op de bodem en dan maak je het een soort van waterdicht. En dan kan het water in de... Je moet met een scheppie van mij even zo draaien wegspitten. Gewoon kijken wat er allemaal laat pakken, Mark. Kijk, Mark vindt opeens allemaal een stuk glas. Dus daarom als je aan het magneetvissen, heb je altijd schoenen aan en pas altijd een beetje op. Want als je hierin staat, dan lig je hele benen open. Altijd. Dus ja, ook niet zomaar ergens in gaan graaien, altijd rustig voelen. Want ja, als je daar met een beetje handen in één keer ingaat, kan je naar het ziekenhuis. Maar ja, het is enkel glas. Dus vermoedelijk is misschien een keertje in de oorlog zijn de ruiten gesprongen of iets in die trant. Ja, Brian, heb er fucking niks in jou, maar heb helemaal niks. Nee. Hier, joh, laat eens horen. Ik haal net wel mijn vinger erin. Ja? Nou, ik heb hem, je hoort hem normaal gesproken niet, maar ik heb hem iets gevoeliger gezet, kijk. Hier, bam. Ja, hij is diep. En hij blijft maar op 72 hangen, dus ja, dan moet het wel wat zijn. Ik moet even een schepje hebben en een pinpointer. Daar zie ik een schepje staan. Een pinpointer? Ja, maar ja, de... ouderwets zoek uit toch, Brian, zonder pinpointer. Het is moeilijk, maar... Ja.
steek hem erin, dat ding. Ik heb nog een goede kluitje eruit. Yes. Mag ik een pinpoint treffen? Het moet wel iets zijn. Ja, een muntje denk ik. Echt? Nee. Wat voor muntje? Of is er niks? Jawel. Jawel. Oh, nee. Weer een Spaanse? Heb je een muntje? Ja, dit is een oorlogsmuntje denk ik. Echt? Oh joh, vet. Ja, ze hebben hier lekker gezeten. Dus oorlogsgeld. Eigenlijk heel veel spulletjes hebben we al. En het is allemaal een beetje tof van de oorlog. 9 mm. Een laboulet. En ik heb wacht. Ik heb in mijn zak Brian net ook kogeltjes gevonden. Ja, kijk, dus we hebben al 2 9 mm. En een oorlogscentje. Nee, dit is gewoon een centje die Brian. Was je oorlogscentje? We hadden ook nog deze. Dit. Gewoon je klein. Oh, dat is een geplette kogel, ja. Ja. Die is gewoon ergens tegenaan geramd. Ja, zie je? Zo'n hart ook. Kijk, aan de achterkant zie je nog het achterkantje van de kogel. Wow. Wat heb je? Dikke muntje. Nee! Wow. Wat voor muntje? Zo. Oh joh. Wat voor muntje heb je eraan gevonden? Een 10 cent uit 1931. Huh? Oh. Van en wat? Uit welk land komt die? Oh, dit is wel een vage man. Ja? Oh, ik ben benieuwd man. En even benieuwd. Kijk, dat is een hoofd. Is het Engels? Italische, Italiaanse munt. Oh joh. Wow. Uit 1931 ouwe. Oh joh, is die aluminium? Nee, koper. We zijn echt multi. Oh. Ja, 31. Wacht even. Oh, ja, voor de oorlog. Is ook wel mooi. Mooie foto man. Kijk, dus hier liggen toch erg veel fucking bij dat huis en overal. Kijk, iedereen is lekker bezig. Daar al mijn kogels. Marijn vindt alleen mijn muntjes. De wereld is omgedraaid. Ja, het is echt een fucking vette plek ouwe. 4,1 cent. Echt? Ja. Ah, John. Gewoon een 1 centje. Wat zit? 31 of 51? Ah joh. Ik heb Mark is lekker bezig nog steeds. Maar ik heb niet zoveel geluk eigenlijk. Helemaal niks. Maar ja, soms ligt er niks. Dan kunnen ze de vijver keer hebben schoongemaakt. Maar niet de randjes. Of ze hebben alles wat in de vijver ligt op de randjes geschept een keer. Dat zou ook kunnen, want het is gewoon echt keiharde grond. Je komt er met de stok niet door, met de schep bijna niet door. Ja. Daar is het huis van Piet. En daar zit John. En John is bijna net zo groot als het huis van Piet, zie ik zo. Hoi John. Hoi. 25 cent. Ja. Wat voor oorlogs? Van welk land? Ja, 1942. Echt? Ah joh, fucking vet. Kijk dan. Ja, dat is Nederlands. Echt? Oh, die is mooi. Kom eens. Oh, die is, deze is mooi man. Ja, kom. Zo die 25 die kan je nog wel mooi krijgen. Daarna met de, als je die als frittine wil gebruiken, moet je hem wel meteen gaan invetten. Ik zou hem gewoon spoelen. John heeft wat gevonden hoor. Ik weet wat dat is. Wat is het dan? Dat is een Duits voedselrantsoen uit de oorlog. Ja, echt? Ja, ik weet het zeer. Aludin. Ja, Aldin 2x2. Ja, dat is aluminium. Dus maar dit, hier zat eten in voor die Duitsers, dus echt, ze hebben hier Duitsers zitten eten. John heeft eindelijk zilver gevonden. Laat zien op je hand. Een zilver lepeltje. Die verwrongen is door een grasmaaier waar je bang van wordt, ja, of iets? Zilver is zilver. Kijk, ik hou hem eens onder beneden. Kijk, hij is helemaal verwrongen. We denken suikerlepeltje. Oh joh. Zie je ook dat hij nog helemaal glimt? Ja, hij glimt als super. Maar ja, een zilver, zilver is niet heel gek. Dat kan. Vroeger was bestek natuurlijk alles, alles was zilver heel snel, hè? Ja, zeker als je zo naar huis had. Ja, John heeft wel eens een keer zijn onderbroek goed opgetrokken, dus dat ben ik wel blij om. Dus dat ben ik ook en een petje op. Ja, het is een feestdag, dan mag ik weer schoon ondergoed en douchen. Oh jezus. John lijkt, maar vlot. Vinden jullie dat John een beetje lijkt op die golfer Tiger Woods? Wat, dan moet je zout hoor, zo. Nee, dat is Tony Hawk Pro Skater. Ja. Tony Hawk ben ik niet, alleen al ben ik niet. Kan je golven met... Dan moet ik eigenlijk even... Wow! Ja, de hole in one, ik zie het. Waar is dat fluitje wat je hebt gedaan? Oh, oh, blijf liggen op dit randje. Opnieuw. John. Gewoon besef even dat er 2 handen zijn. Doe leg hem maar ernaast. Besef het even, hè? Ja. Voor de afstand. John is niet zo goed eigenlijk. Oh, ja, nu. Wacht, wat kijk, John heeft hem bijna. Zo. Ja! Hoor je het geluidje? Een makreel. 1 centjes, 25 centje. En. Dat is een Italiaanse muntje? Ja, ja dat is Italiaans. Uit de oorlog, voor de oorlog. Dat was Spaans. Spaanse, 25 centje. Ja, van alles. Zilver lepeltje had John. Nou, zie je een gespje liggen. Kogeltjes, een mierenlokdoos, een sleutel. Wat nog meer, ja. En de makreel.
De makreel. Dit is iets voor het toilet of zo. Kortom, het ligt gewoon iemand in zijn achtertuin. We zijn niet in de parkerkie. Nee, oh, bijna... doe het linkie, ja. Een rosetje. Ja, ga maar verder wat je wou zeggen. Ja, ik weet niet, de deurklinkje was heel erg belangrijk. Maar ja, goed, bedankt Piet. Wij gaan weer verder met verven. Yep. Dat was prachtig. Ja, iets van een mechanisme is dat geweest, een motortje of zo. Dit? Ja. Een lampje of zo? Draaimechanisme, nee, geen lampje, zeker niet. Nee? Draaimechanisme van iets. Nee, dat is niet. Wat is het weer dan? Hebben jullie nou ook een keer... Jezus man! Knip het wel. Few hours later. Hebben jullie nou ook zo'n achtertuin? En ook benieuwd wat erin liggen, hè? Opnieuw, gooi hem erin. Net sluit dat je het leert. Jezus man. Je lijkt wel auditie doen voor Mark, joh. Nee, ik hou niet. Zijn jullie nou ook benieuwd wat er in jullie tuin ligt? Laat het maar. Nee, doe nou maar. Gewoon. Ja, doe jij, man. Heb je nou ook zo'n minstens zo grote achtertuin of soortgelijk als Piet? Dan ben je ook benieuwd wat erin zit. Laat ons langskomen. Misschien maken we dan wel een nieuwe serie. Doe even een berichtje naar de whatsdutchmd@gmail.com. En... dan weet je ook wat erin. Dan komen wij langs met een stukje taart. Oh ja, ja, dat, ja. Sowieso nemen we een taartje mee. En nu gaan we naar de volgende, dat is nummer 7. Ja. Goedemorgen. Maar dat is de volgende keer. Yes, nice. Goed zo.